Hallo children. Hallo kindjes. Vandaag hebben we een Engels les. Kom eens kijken. Kijk. We hebben hier allemaal eentjes. Nummer 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. En bij al die oefeningetjes staan ook leuke voorbeeldjes. En we gaan zo meteen met een zwarte dobbelsteen of met een rode dobbelsteen gooien. En dan gooi ik een nummertje. En als ik dat nummertje doe, dan moet ik de oefening doen die bij dat nummertje staat. Ik heb nummertje 1 gegooid, dus dan zou ik eigenlijk in dit geval een hele verre sprong moeten doen. Maar ja, wat niet klopt, ik ben helemaal alleen. Doki? Ja? Doki is ook bij mij. Doki is Doki. Er ook, hoor ik. Maar Doki, ik wil graag dat Doki ook komt. Doki was even cameraman, dus ik moest eventjes filmen. Oh, ja. En nu heb ik hem weer zo staan dat hij helemaal, helemaal goed staat. Jij bent in beeld, dus zaten dat kom mijn ik ook, hè? Goed om. Ik kom eraan, hè? Zaten mijn haren wel goed? Ja. Oké, dan ga ik gooien met de zwarte dobbelsteen, hè? En dan mag jij gelijk doen wat je moet doen, hè? Ik gooi nummertje 4. En wat is dat in het Engels? 4. 1, 2, 3, 4, en... Oh, ik moet een enkelvoudige rugslag gaan doen. Ja. Oh, daar hebben we een mooi dingetje. Ja, dan ga ik even staan. En dan ga ik achter. Ik ben jij hier voor de kindjes langs. En dan moet ik dan ook 4 keer... 4 keer, hè? 4 keer. 4 keer een rondje maken met je benen. Dus ga maar liggen op je rug. Nee, je moet die kant op. Je moet die kant op. Oh, ja. Zo. En dan doe je de hakken naar de billetjes. Ik lach niet. Oh, ja. Jij moet wel goed recht liggen, hè? Recht in het water, buikje omhoog. Hakken naar de billetjes. Piepelvoetjes. Rondje die om je. 1, 2, 3. Oh, ik ga even achteruit zien. Ja, hey, goed nieuw, hè? 4! Ja! Dan mag jij gooien, Doki. Tellen op zijn Engels is helemaal niet zo moeilijk, hè? Welk nummertje? Wil jij smokkelen? Ik weet smokkelen, want dat was het zeggen. Oh, nummertje 6! 6! 6! 6! En dat is deze. Mag ik die doen? Ja? Die is leuk. Want ik moet namelijk rugkrouwen gaan zwemmen en dan kan ik heel mooi op dat plankje doen. En dan moet je 6 times, 6 keer met je armen ronddraaien. En dit is dan 1, hè? Ja, je moet 1 arm tellen. Ja, nou daar gaat hij, hè? Ik weet niet of jij nu al in beeld bent, hoor, maar goed, daar kom je vanzelf wel, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good of you. I was good. I was power. Okay. Ja, ik gooi met een rode dobbelsteen. Oh, red. De red. Red one. En de laatste. Nummer 1. En die mag jij. En dat is nummer 1. Nummer 1. En bij nummer 1 is verspringen. Dus ik ga even staan. Maar kun jij, Doki, kun jij dan daar helemaal naar daar springen? Daar zo ver? Naar die kant af, of zou ik naar die kant springen? Ja, dan kunnen ze het wel beter zien. Ja. Ik ga proberen. Oké, dan ga ik aan deze kant zitten. Dan kunnen de kindjes heel goed zien hoe ver je kan springen. Ja, en normaal gesproken moeten ze dat natuurlijk in het water doen, maar dan doe ik gewoon even op de kant. En dan tel ik af. Ja. 3, 2, 1. Go! Wat een goede sprong voor Doki. Goed, hè? Doki? Ja? Zullen wij nog 1 keer tellen van 1? Ja, maar jij moet hem ook nog 1 keer doen, want dan ben ik 2 keer geweest. Ja, maar 1 keer. Dus ik ga nog 1 keertje gooien voor jou. Appelen! 1, 2. Number 2. Number 2 is make a round with your arms and your legs. En your legs, ja. Dus schoolslag maken. Ja. Rond je armen, rond je benen. Okay. Nou, doe het karretje maar weer naar voren rijden.
snijden, want ik denk dat je nu buiten beeld bent. Hallo, ja. Ben ik hier? En dan moet je twee keer met je armen en je benen zwemmen. Eén. Ja, en dan op one. En two. En nu mag ik lekker blijven liggen zo. Very good. Nou, zullen we dan nu nog even een keertje tellen? Ja, maar hoe moet ik dan van plankje af? Nou, dat hoeft voor mij niet. Je mag ook blijven liggen. Woehoe! Nou, ik ga het niet zo goed als ik dacht dat ik ging. Nee. Jammer, hè? Ja, jammer. Nou, dan gaan we nog een keertje tellen. Ja. Nummer 1. 1, 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Zes. En nou ja, volgens mij hebben we een keileuk spelletje nu laten zien. En wij hebben het maar 4 keer gedaan. Maar jullie kunnen natuurlijk thuis gewoon lekker doorgaan, hè? Ja, ze kunnen ook zelf oefeningen bedenken. Ze kunnen ook zelf oefeningen bedenken. Ja, ja. En als ze ook nog andere getalletjes willen, zelf kindjes tot 10 tellen. Oh ja, dat mag ook. Dan mogen ze ook 10 oefeningen. Ja, dat mag ook. Er kan allemaal heel veel variatie. Mag je zelf even met je mama of papa bespreken wat je gaat doen. Maar probeer wel altijd een paar zwemslagen erbij te doen. En ook een paar sprongvormen, zodat we ook een beetje actief blijven, hè? Want we zitten toch al zoveel stil. Ja, en probeer het zoveel mogelijk in het Engels te doen, hè? Ja, ja. Nou, dan is het goodbye. Goodbye, hè? Yeah. Bye, bye. Bye, bye. See you in a while. See you later. Alligator. Ah, very good.